Deze flat is 12 verdiepingen hoog en daarmee een van de hoogste gebouwen van Houten. En dat is voor de tegenstanders van de woonvisie de kern van het verhaal. Hoogbouw past niet in Houten. We gaan net worden zoals er wordt gebouwd in Schiedam, in Zaandam, in Nieuwegein. En dat is heel onhoudens en het is heel onnodig. Maar voorstanders van de plannen zien juist de voordelen van hoogbouw. Iedereen een huis met tuin past gewoon niet, zeggen ze. Als je een flat zou plaatsen, dan hou je dus meer ruimte over om de omgeving groen en mooi te houden. En dan kunnen we ook recht blijven doen aan het Houtse DNA, waarbij je fietspaden, groene structuur, ruimte overlaat. Opvallend is dat de groene ruimte voor beide partijen heel belangrijk is. Maar de tegenstanders zien in flats niet de oplossing. Wat je in heel veel grotere steden ziet, hè, dat er wordt gebouwd met een soort muur van 10 hoog en op 11 plaatsen mogelijkheid tot uitschieters tot 14 hoog. Waar dan heel veel dezelfde dingen worden gebouwd. En dat heeft gewoon bewezen dat er toch veel grotere kans is op verpaupering, op eenzaamheid, dat mensen elkaar minder ontmoeten. Maar die muur van hoogbouw wil de gemeente helemaal niet, zegt de VVD. Dat de mogelijkheid tot hoogbouw er is, betekent niet automatisch dat Houten helemaal vol flats komt te staan. Op het moment dat er een initiatiefnemer ook een plan voor een gebied wil indienen, dan gaan we kijken naar hoe zo'n plan er in totaliteit uitziet. En dan zal dat een goed gebalanceerd plan moeten zijn. En dat kan dus in onze ogen ook niet iets zijn wat een muur wordt. De ruimtelijke koers van Houten beslaat natuurlijk veel meer dan de vraag of er wel of geen flats in het centrum moeten komen. Stemgerechtigden hebben nog ongeveer 2 weken de tijd om hun standpunt te bepalen.